Naast Wouter Haan is er meer jong talent binnen onze stadsgrenzen. Heike Verheul doet met haar 15 jaar goed mee op het hoogste niveau in de damwereld. Terwijl de meeste meiden van haar leeftijd paardrijden, dansen of hockeyen, is de hobby van de 15-jarige Heike Verheul een stuk uitzonderlijker. Nou, bij ons de basisschool was een damschool en iedereen deed dat eigenlijk. Dus ja, ik ben ook gaan dammen en ik ben er nooit mee gestopt. En hoe oud was je toen je begon? Een jaar of 8. Na een jaar begon Heike ook met wedstrijden in de regio. En al snel werd haar talent ontdekt. Ja, toen ik 10 werd, werd ik voor het eerst Nederlands kampioen individueel bij de meisjes. En toen mocht ik ook EK spelen. Dus ja, toen begon het wel te lopen, zeg maar. Inmiddels heeft ze al veel wedstrijden gespeeld. NK's, EK's en zelfs WK's. Bij het afgelopen NK voor senioren werd ze 4e. Best wel leuk. Ik had het niet echt verwacht. En ja, achteraf gezien ben ik wel tevreden. Vooraf had ik wel zeg maar, gehoopt op zoiets, ongeveer bij de eerste 5. En ja, uiteindelijk ging het heel goed. Ik begon heel slecht, maar ja, later ging het toch goed lopen. En uiteindelijk verloor ik nog de laatste 2 rondes, maar ik was alsnog 4e. Dus ik was wel heel blij mee. Wat maakt haar nu zo goed? Nou, positioneel ben ik wel sterk. Wat ja, vroeger ja, jongere spelers nog niet hadden, maar combinatief ben ik weer zwakker. Wat houdt het precies in? Positioneel is zeg maar, dat je een goede positie opbouwt en ja, zeg maar, sterk speelt. En combinatief is dat je veel zetjes uithaalt. Dus dat zijn 1 geven, 3 slaan, zulke soort dingen. Ondanks dat ze zo goed is voor haar leeftijd, ziet ze voor zichzelf nog wel wat verbeterpuntjes. Combinatief moet er nog veel gebeuren, denk ik. En ja, verder, alles kan eigenlijk nog wel gewoon flink verbeterd worden. En hoe ga je dat proberen te verbeteren? Nou, gewoon nog veel te trainen. De Koninklijke Nederlandse Dambond heeft hoge verwachtingen van Heike en hoopt dat ze binnen een paar jaar meedoet in de wereldtop. Ook is er een sponsor die haar privé-trainer betaalt. Er ligt dus een behoorlijke druk op haar. Ja, nou ja, ik voel het niet echt en tijdens het toernooi ben ik ook niet echt mee bezig. Want ja, ik moet gewoon mijn spel spelen en me daar niet mee bezighouden. Wat hoop je nog te bereiken? Ik wil wel ooit nog als Nederlands kampioen worden bij de vrouwen. En ik wil ook nog een keertje goed meedoen bij het WK. Voor de kijkers die nu de smaak te pakken hebben gekregen, hoe leer je nu precies dammen? Nou, je leert eerst gewoon de spelregels en hoe het werkt. En dan later ga je trainen op zetjes en op positiespel, hoe je moet opbouwen en dat soort dingen. Dus het wordt gewoon langzaam opgebouwd.